Zondagmiddag is PSV FC Twente de afsluiter van speelronde 20. Het wordt alweer de 53e ontmoeting tussen beide ploegen in Eindhoven. De laatste editie in november 2017 was een waar spektakelstuk. En dus de kans voor Locadia en raak! Lam en Tesker zijn mee naar voren. Dat zijn goede koppers en daar is de gelijkmaker van Stefan Tesker. Van Ginkel, het is raak. En PSV staat met 2-1 voor. Jensen, sterk aan de bal hier. Nu kans voor Lam en dat is geweldig raakgeschoten. 2-2. Goed voor Pereiro. Daar is hij, Luc de Jong. Boeren in de drukte. Schot van Jensen. 3-3. 4 minuten erbij, Locadia. En een eigen goal. Een eigen goal. Niet alleen die laatste ontmoeting was spectaculair. In de rijke historie komen we heel veel doelpuntrijke wedstrijden tegen. Reinsen. Ja, dat is wel erg krapant van Breukelen. Nijenhuizen, doel is leeg, maar hij gaat de verkeerde kant op. Of gaat hij het toch nog in via de boer? Nou, Mirkela dan. Op de doellijn, Hens, penalty. Ronald de Boer heeft al 2 strafschoppen op dit seizoen, maar Van Breukelen houdt er nog wel eens eentje. Dat wordt dus nog even spannend. Maar deze, daar is geen kans op voor Van Breukelen. Het is 3-2 voor Twente. Tichelen. Goed balletje. En daar is de gelijkmaker. Ja, van Koeman. Niels. 2-0. Faber, de verdediger. Jong, het is een goede bal. Geen buitenspel. Niels. Ronaldo ligt op de loer. Kan dit wat worden? Het zou wat moeten worden. Het wordt ook wat. Ronaldo. En daar had het publiek eerlijk gezegd wel weer eens recht op. John. Maar nog even is die kwijt. John. En daar is 0-4. Wat een geweldige goal weer. Toivonen. 1-4. Nou. Brama. En zelfs zit het die bal nog bij medespelen. En Jansen, ja hoor. Die is nog wel goed voor de zesde, denk ik. Willem Jansen. Willem Jansen. Daar is Moreno. En het is gelijk ook. Weer Guardado met de spelervatting. Weer de kopbal van Moreno. En het is 2-1. Vaak wil goals dus bij PSV FC Twente. Maar voor de grootste zegen mogen we ver terug in de tijd. In september 1979 eindigde het duel in 7-1. En Harry Lupsen was die dag goed voor een hattrick. En dit was zijn mooiste. Veel breder spel van PSV. Vervolgens is dat Twente zich toch razendsnel kan groeperen in dat strafschopgebied. Maar dit zijn mogelijkheden voor PSV. Voor Ibrahim Afellay is FC Twente thuis een speciaal duel. Op 14 februari 2004 maakte hij namelijk zijn eredivisie-debuut namens PSV tegen FC Twente. Het werd toen 1-0 dankzij Mattea Kersman. Hofland eruit. En voor hem komt in de plaats Ibrahim Afellay. Geen buitenspel. Kersman moet scoren. En Kersman scoort. Toch Mattea Kersman. Komende zondag wordt er om 16:45 afgetrapt in het Philipsstadion. Nick Viergever keert weer terug naar zijn schorsing en Steven Bergwijn die staat op scherp. Veel plezier met kijken.